Democratie zit vandaag de dag in nauwe schoentjes. Dictators, fake news, corruptie, populisme, staatsgrepen, burgers die niet tevreden zijn over de overheid en omgekeerd. Er is wel wat aan de hand, zeg. Ik ben me bewust geworden dat democratie geen vanzelfsprekendheid is. We kunnen dat als samenleving terug verliezen. We hebben allemaal een opdracht daarin om die democratie hoog te houden en te gaan beoefenen, daar beter in te worden zelfs. En in het kader daarvan heb ik dit boek mogen recenseren van Hubert Hermans en Rob Bartels. Democratie begint bij jezelf. En wat zo mooi is aan dit boek, is dat er relatie gelegd wordt tussen jezelf, je persoonsvorming en de democratie. Democratie is niet iets van sociologen of politici. Democratie begint ook bij hoe dat jij met jezelf omgaat en met je naasten. Interne democratie noemt Hubert Hermans dat. Je meerstemmige identiteit. En dat wil zeggen dat je ermee ophoudt om één mening te hebben of één fundamentalistisch perspectief te hebben op de werkelijkheid. Twijfel maar, onderzoek maar, heb verschillende perspectieven. En het is juist omdat je die interne veelzijdigheid hebt, dat je ook openstaat om externe dialogen te voeren met andersdenkenden. Die parallele processen, die worden in dit boek heel mooi uitgelegd. En dat is de gelaagdheid waar ik ook zo naar zoek. Je interne veelzijdigheid spoort samen met de externe dialogen en met de democratie, die we dus in een groter plan nodig hebben. En dat begint in je gezin, in je buurt, in je wijk, in je werk, in je organisatie en ook in de samenleving. Dat zijn allemaal parallele processen. En een ander stuk, een hoofdstuk, het laatste, dat ik heel fijn vind, is dat het grotere geheel er ook in bedacht wordt. Het is maar ook omdat we verbonden zijn met die gehele, dat we daar ons toe zullen engageren. De verbinding met de samenleving en met de aarde zijn heel belangrijk om juist die democratie daarin te laten werken. Als je niet verbonden bent, ga je ook niet zorgen voor die gehele en word je opportunistisch. Democratie begint bij jezelf, ontwikkeling van burgerschap. Dat is niet iets voor het vakje maatschappijleer. Dat is een opdracht van alle docenten in hun klas, alle leidinggevenden in hun team, collega's onder elkaar, dat we leren dialogen voeren en dat we beginnen met onszelf, onze interne veelzijdigheid te erkennen en dat niet als een bedreiging te ervaren. Dat is de boodschap van dit boek. Heel veel oefeningen, echt goed gericht naar onderwijs, maar naar alle professionals die met dialogen en persoonsvorming bezig zijn. Laten we allemaal de democratie oefenen en burgers bekwamer maken om die democratie te doen met elkaar.